Met Battlefield 2042 verschijnt een van de grootste games van dit jaar en ook meteen een van de eerste shooters die ten volle gebruik maakt van de extra kracht van de nieuwe consoles. Daarnaast brengt de game enkele modes en maps terug uit populaire games als Battlefield 1942, Bad Company 2 en Battlefield 3, wat oudgediende fans natuurlijk ook meteen aanspreekt. Battlefield 2042 speelt zich af in een door natuurrampen sterk veranderde wereld. Als speler kies je één van 10 specialisten en sluit je je aan bij de Russen of de Amerikanen die het met elkaar aan de stok hebben over allerlei schaarse middelen zoals schoon drinkwater. De game kent geen singleplayer campagne, wat betekent dat de setting verder niet echt wordt uitgediept. In plaats daarvan moet dat via de multiplayer gebeuren, maar dat komt voor nu nog niet echt van de grond. Er zullen wel periodieke updates komen, dus wellicht dat daar nog wat meer verhaal bij komt kijken. Het mogen echter duidelijk zijn dat Battlefield draait om multiplayer gameplay. De game kent met All Out Warfare, Hazard Zone en Battlefield Portal 3 afdelingen die alle op hun eigen manier bijdragen aan het geheel. Recon Sector Alpha. Disregard that order. Took one down. Het hoofdmenu is All Out Warfare. Hier vind je de grootschalige actie die je gewend bent van de Battlefield franchise. De maps zijn groter dan ooit en kennen bovendien veranderende weersomstandigheden en extreem weer, zoals zandstormen en tornado's. De grote maps bieden ruimte aan 128 spelers, maar zijn vooral het domein van voertuigen. De afstanden zijn groot, dus veel gebruik maken van jeeps, tanks, helikopters en andere voertuigen is een must. Daarbij komt dat ze in gevechten vrijwel altijd beslissend zijn. Dat laatste slaat op sommige momenten een beetje door. Zit je in een potje met vaardige piloten of chauffeurs die handig met een tank omgaan, dan ga je het lastig krijgen. We werden maar al te vaak weggeblazen door een van de vele voertuigen in het spel. Dat is de charme van Battlefield, maar soms ook wel wat frustrerend. All Out Warfare draait verder om herkenbare Battlefield gameplay. Je speelt Conquest, waarbij je vlaggen moet veroveren, of Breakthrough, waarbij je een serie strategische punten moet veroveren of juist verdedigen. De gameplay voelt goed. Er zijn weinig games waarin het maken van een headshot zo lekker is als in Battlefield 2042. De gameplay wordt geholpen door handige vernieuwingen, zoals de mogelijkheid om van attachment te wisselen of om voertuigen te laten droppen op jouw locatie. Een ander punt dat bij Battlefield hoort is dat het leuker is met een goed communicerend squad om je heen. Dit aspect is in Battlefield 2042 nog belangrijker geworden. Je kunt nog zo goed schieten, maar als eenling ga je vrij weinig potten kunnen breken. Dat effect is nog eens extra groot in Hazard Zone. Dit is een tactische spelmodus waarin teams van 4 spelers op zoek gaan naar dataschijven. Het doel is om met die dataschijven het gebied te verlaten middels een extraction. Maar de andere teams hebben datzelfde doel, dus makkelijk is het niet. Hazard Zone vraagt om coördinatie en teamwork. Eén speler trekt de positie van de dataschijven, anderen richten zich op het kunnen geven van dekking of healing, terwijl elkaar reviven van levensbelang is. Met randoms ga je het op dit vlak nooit winnen van een vaker samenspelend team. Dat wordt mede veroorzaakt doordat die randoms niet met elkaar kunnen praten. Want Battlefield 2042 heeft nog geen voice chat. Dat was geen prioriteit, want volgens de makers gebruiken de meeste gamers toch platformen als Discord voor hun communicatie. En dat is vast wel waar, maar het betekent dat random spelers die elkaar via matchmaking hebben gevonden, momenteel dus niet met elkaar communiceren anders dan via het ping-systeem. In-game voice chat komt volgens DICE overigens nog wel, maar het is er nog niet. Ja, ik zie het. Blijf daar. Ja, ik kom je redden. Beschik je wel over een groepje om mee samen te spelen, dan heeft Hazard Zone heel veel potentie. De game mode is spannend. Met dataschijven in je zak voel je je constant opgejaagd en rond de extractiepunten ontstaan felle vuurgevechten. De mode kent wel wat voertuigen, maar die spelen een veel kleinere rol dan in All Out Warfare en dat is wel lekker voor de variatie. Oh, shit. Maar als je echt van variatie houdt,
dan is Battlefield Portal jouw afdeling. Hier kun je met maps, modes, soldaten en wapens uit Battlefield 1942, Bad Company 2 en Battlefield 3 aan de slag om zelf nieuwe spelmodi te maken met allerlei gekke of juist normale regels. Dat betekent dat je natuurgetrouwe versies van de oude multiplayer modi kunt vinden, maar ook allerlei gekke varianten. Je kunt bijvoorbeeld op de Battle of the Bulge map uit Battlefield 1942 met moderne soldaten en wapens spelen. Daarnaast kun je allerlei regels rond health, wapens en scoring aanpassen. Battlefield Portal belooft een modus te zijn waar de creativiteit van de community goed zichtbaar wordt. De regeleditor gaat diep en dat biedt veel mogelijkheden. Wel is het zo dat niet alles even goed werkt. De moderne wapens zijn bijvoorbeeld iets te effectief, waardoor de bottlenecks op een oude rushmap nu te makkelijk te verdedigen zijn. Of je nu zelf allerlei varianten gaat maken of gewoon rondkijkt en speelt wat anderen hebben gemaakt, Battlefield Portal is tof. EA komt in de toekomst met meer content uit oude Battlefield games, dus waarschijnlijk verschijnen er na verloop van tijd steeds weer andere leuke creaties in Battlefield Portal. Een laatste puntje om nog even bij stil te staan is de audiovisuele kant van het verhaal. Battlefield 2042 ziet er op de nieuwere consoles, maar vooral op de PC, echt prachtig uit. Dit is hoe een shooter er anno 2021 uit moet zien en wat ons betreft zet de game hiermee een nieuwe standaard. Dat betekent overigens niet dat de game technisch perfect is. Er zitten nog behoorlijk wat fouten en rare dingen in de gameplay. Lijken vliegen af en toe door de wereld, hovercrafts kunnen tegen gebouwen opklimmen en de consoleversies lijken vaker te crashen dan de PC-versie. De versie voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S zijn verder gelijk aan de PC-versie, wat betekent dat je al die versies met maximaal 128 spelers kan spelen. Op de oudere consoles heeft de game dus iets kleinere maps, geschikt voor 64 spelers. Battlefield 2042 is groter en op multiplayer gebied completer dan elke eerdere Battlefield game. Als eenling is het lastig om echt van All Out Warfare of Hazard Zone te genieten, maar in Portal zijn dan zeker geschikte spelmodi te vinden. Speel je goed samen, dan liggen er uren dominant spelplezier te wachten, zeker als je een beetje leuk kan vliegen. De extreme weersomstandigheden maken de actie ook lekker intens, wat bijdraagt aan een prima visuele prestatie. Al met al een fijne game, zeker als DICE de foutjes die er nog zijn de komende weken weet te verhelpen. One of our objectives is under attack. Stop the US forces from conquering every sector. I need medical help. I need help. Medic! Do not come to me!